Weet je wat ik ziek vind van de nieuwe hartjes? Weet je wat ik ziek vind van de nieuwe hartjes? Dat is dat vrijwilliger. Oh ja. Maar met jouw harten moest het allemaal een paar garen zijn. Zo gezegd, vooral een hobby te doen. Ja. Maar Heb je ooit een race geschreven? Ja, we zijn mee begonnen met het eigen opzetten. Ja, maar anders, toen werd dat misschien niet. Dan, ja, daar zijn ik mee begonnen, in, allee, toen was het nog een gemengde reis, hè, daar zie je het ook nog een beetje, maar wel in een dienst. Weet je nu wel nog wat de reis is in dienst, maar dan, dat was voor dit morgen zo'n 3 uur, om 3 uur, 20 in Antwerpen Centraal. Ik weet pak maar, dat is nog daar, dus ik heb dat, en dan gingen we dan, zie je direct, naar Nederland, maar dan moest ik in, hier aan het huis, in, die bom moest dat pak morgen, die weer afgekocht. Ja, natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk, ja, dat was iedere keer een ketel dicht. Je hebt een keer druk, dan de lading zitten er aan geven natuurlijk. Een ketel dicht, je weer losgemocht, toen een ketel uit. Dan die pakwagen eraf. Terug toen kijken lopen, want je moest chauffeuren natuurlijk. En dan, als we nou verteld stopten, dan zit ik hem nog dichter, was een drukker. Maar dat is voor de petit histoire natuurlijk. Dan had ik een boek moeten schrijven, Mélanger. Ja. Het is wel werk al, hè, een boek te hebben. En de 49 heet dat toen? Ja, maar hij is dat veel lekker, daar had ik altijd het geluid in de 49 van de motor, hè. Ja. Want ik weet niet, DSP, wat is die van dit, is die ervan? Dat is nog altijd niet. Ja, ik rijd er geen mee en ik verzorgde die, nog wel dan. Ik wist er van altijd in de goede versnelling te rijden, want anders zouden die moeten. Als je te lang in vierde rijdt, dan stikte dat wat durken en net sneller te rijden. En tussen gaat, hè? Moet die reed sneller of 60? 65. Maar had een Dirk Vans nog geen boegjes onder water steken van een 46? Ja, dat die erop komen? Ja, maar dat hebben we toch nooit gedaan. Aanzicht van een boegje van de 46 eronder. Ik denk dat er eigenlijk wel een weinig verschil tussen die bogies was. Trouwens, je moet altijd rekenen, dat snelle rijden is niet zo, maar hoe reageert je motor? Ja, nee. Maar ja, dan is de, als je het even wilt zien, de grote herstelling begonnen. Dat was het al, dat er, ja. De rest kunnen ze niet meer zijn. Dat doe je nog niet eens, kijk. Ja? Nu kan ik rijden. Ja, maar kijk. De deuren waren nog open, de man was aan het instappen. Ze hadden over aan het witlichtje, dat wil zeggen dat er een overwicht voor het witverkeer gesloten is. Dat klopt. Het klopt wat je zei, ik mocht vertrekken, ja. Maar eigenlijk ook weer niet, want mijn bestuur, mijn treinrijder was nog niet opgestapt, de deuren waren nog niet dicht. We zijn maar niet zo, we rijden maar niet zomaar. Hè. Anders bleef hij hier alleen staan. Dat schiet ook helemaal. Ja. Nee, wel, ik ga nu ook. Ik heb ook met de rangier locomotieven ondergezet. Alleen, die dat in Antwerpen waren. Alleen, een aantal niet. Een aantal niet, maar. Ja, met een 92. Maar 92? In Antwerpen Centraal. Al voor deze herstellen, jongen, dat was een goed machine. Ja?
Mos wak. Dat moet eigenlijk al een jonge bestuurder niet kijken. Hè. Constant wagen zijn daar gebeurd. Ja. Mooie auto. Moet dat. We hebben nog een exemplaar. De 9e jaar, ik weet het niet. Dat waren de. Na de stoomtesten, na de diep 99. Waren dat de trekpaarden van Gaven van Antwerpen? Nee, van Stokkertrein en allemaal. En die vervingen dan ook op de baan, de 72 genoemden ze toen, de latere 7000. Ja. Als ze een 7000 tekort hadden, dan pakten ze een 72. Ja, weet je wat er gebeurt? Ja. Ik zeg geen zetten door het. Maar ja, dat wist ik niet. Ik zeg, dat is waar ik. Ik zeg, ja, hij zette er 29, toen heeft hij in Kruiten. Zet hij een tientje dan? Ik zeg, ja. Maar ja, want ze hadden een vrouw vriendje zonder bepraatjes. Dus, maar dat was met die avondaar dagen van mij. Ik heb zelfs een tinder. Ik weet niet. Met jou of open voor mijn cellen? Met dat brengen? Dat niet op het traject. Het is nou niet veel beter met de nieuwe kiksen. Maar ik zou het daar niet meer kunnen. Dan, Nee? Zeker, ja. Ah ja. Hoe oud zijn je? Ik ben 64. Maar dat is zeker. Daar wil ik mee bedoelen. De locomotief staat. Gelijk als moet, hè? Dus constant opschepen, zal ik maar zeggen, en dan heel de deur af bereiken. Daar heb ik de fysiek niet meer voor te moeten. Ach, die samen, die zijn. Die heb ik nog niet gezien, hè? Ja, het was overkomen, hè? Maar waarom heb ik ze gewoon langs de achterkant gezien? Ik wil alleen maar de roepschoen werken. Doe nog vast. Kijk, het kon opvallen. Wat in. Klaar. Ze trekken het manoeuvrepalet, zou ze vreugde zijn. Het zijn de schoenmasten, hè? Allee, het zijn de schoenpaletten, hè? Het zijn de. Die met die lenzen, die anderen, die oude, die zijn de schoenen, hè? Dat zijn. Ik kan hem ook 90 graden geven. Dat weet ik zelf niet. Doorwaartse beweging voor achterwaartse uitwerking. Hoe stond dat? Hoe stond dat in het reglementenboekje? Daar moest het dat. Het kon zijn dat ze ons er wat vragen over stelden. Maar hier kan dat niet, die doorwaartse beweging. Met cinema-rijtuig, dat is ook een fiets. Ja, hè? Dat is een goede gedaan hier in Waldenburg. Dat is. Jojoj, daar is de generaal van. Hier is hij, hier. Oh, de wissel staat al bij de bagen. Dat is een elektrische wissel. Dat wel best. Ja, ik ga. 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 Ja, ik ga.
keer weten wat dat er... Ja, dat is misschien wat het beste.